Hey, goedemiddag allemaal. Het is 4 uur op woensdag, dus we gaan weer praten over het virus, de vaccinatie en alle cijfers. Maurice de Hond, hallo, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Uh, als positief je cijfer... gestemd? Jazeker, als je de cijfers ziet. Ik ben niet zo positief gestemd als ik de adviezen zie van het OMT, maar als ik de cijfers zie, uh, ja, het gaat uh, recht naar beneden. Ja, heerlijk. Nou, daar gaan we het dus over hebben: over de cijfers, de gevolgen. We gaan hebben over wat het kabinet eigenlijk gaat besluiten en wat ze zouden moeten besluiten. En we hebben ook een paar prachtige grafieken van jullie. En die wil ik ook al eventjes uh, meteen zeggen. Dat die, uh, waar komen die grafieken vandaan, uh, Maurice? Uh, van dat, uh, het, deze coronabeeld.nl. Nou, deze zijn van Jorik Blijenberg. Dat is iemand die uh, de, de dagelijkse cijfers. Standaard overneemt in zijn systeem en daar al grafieken van voorbereid heeft. Dus als om kwart over drie alle cijfers, data bekend wordt, heeft hij om, uh, om één, mm -hmm. twee minuten lager, heeft hij uh, alle cijfers die, want deze grafieken heeft hij allemaal voorbereid. En hij ja. laat ze ook op Twitter zien en hij laat ze ook op zijn website zien. En hij volgt de vaccinaties, hij volgt uh, alle cijfers. En dan is er een andere, Marino van Zelst. Die op een andere manier die cijfers toegankelijk heeft gemaakt, die volg ik ook altijd. En die geeft op, ook om kwart over drie, zodra RVM de data openstelt, dan een minuut later zijn alle cijfers daar. En die gaan bij mij weer een, uh, een grote spreadsheet in, waar ik ze op een bepaalde manier orden, waar ik ook de GGD-cijfers mee doe. En ja, daardoor gecombineerd kan je een heel goed beeld krijgen. En, niet als je louter naar het RVM luistert, die cijfers. Dus de dagcijfers van het RVM, die zeggen eigenlijk het minst van alles. Ja, nee, dan, laten we even kijken naar de inspiratie van het RVM. <laughs> dit is dan hoe zij de, de, de cijfers produ produceren. En, uh, maar goed, da da daarna, als je die dus gewoon een beetje mooi verwerkt, dan krijg je dit soort, uh, dan krijg je dit soort cijfers. Nee, maar nee, het grote verschil is: dit is een weekoverzicht. Dat is nog het enige moment. Waar hun cijfers een beetje vergelijkbaar zijn. Maar de, de, gedurende de dagen niet. En die jongens die maken cijfers die per dag te analyseren zijn. En dat dus zijn dan voortschrijdende gemiddelden. Hè? Elke dag komt er eentje cijfer bij. En ja. bij het RVM is het eens per week een rapport. Het leuke aan het rapport wat ik zelf liet zien. Hè? De, uh, kijk dit komt allemaal automatisch uit de data. Heeft deze jongen programma geschreven. Waarbij ja. het gewoon zijn, data, zijn programma's inrolt... En dan komen deze grafieken de letterlijk standaard uit. En, en krijgt hij daarvoor betaald? Of wat is hij, dit is het. Nee, dat is... Uh, dit is het red team. Hè? Het red team die is Nee, nee, nee. Dat, hij nee, dat maar zijn, ik weet niet of hij erin zit, Marino zit er wel in. Maar het zijn losse mensen die, net zoals ik, ook heel erg met die data bezig zijn. En omdat ze ook goed konden programmeren, maken ze die data ook toegankelijk. En daarmee krijgen, hebben ze ook een, een know-how verzameld, waardoor Jorik heeft zich heel erg in dat vaccineren en de cijfers erin verdiept. Ik denk dat er niemand zoveel over de cijfers van ja, vaccineren weet als Jorik Bleinberg. Veel meer dan het RVM zelf. Nou, en dat betekent dat dat soort mensen ook door de media, uh, ja, ook uh, in diverse mediaprogramma's zie ik ze opduiken, omdat ze die data goed kennen. Ja. Maar het is eigenlijk voor een deel een tekortkoming van het RVM. Wat afgevangen wordt door ja, uh, ja, hele grote uh, privédeskundigen. Ja, nou jongens, we gaan even nog een paar van die cijfers in die, in die grafieken behandelen. Daarna is het aan jullie de vragen. Wat ik wil vragen, als jullie een vraag hebben, heb dan, zeg dan vraag, dubbele punt en de vraag. Want daar kijken wij naar. Want jullie hebben ook heel veel meningen en opinies en dat soort dingen. Dus vraag, dubbele punt, vraag en dan de, de, je vraag. Dan kunnen wij die makkelijk eruit halen. Oké, okay, we gaan even naar de inspirerende uh, uh, rapporten van het RIVM. Nou, het, en, leuke, uh, leuke, het leuke aan deze cijfers: dit is een weekrapport. Mm -hmm. Nou ja, dan zie je dat. Uh, ja, dit is een daling van 10.000. Nou ja, op, dat is bijna 25% minder nieuwe meldingen in een week. Mm -hmm. Nou, dit is een daling van, uh, weet je, de 360, 70, 390. Ook 33%, ja. Ja. En hier ook weer een grote daling naar overleden, maar die, die cijfers zeggen niet zoveel, omdat je, het zijn niet alle overlijdens gevallen, maar enzovoorts. En het interessante was, dit was ongeveer het eerste rapport waar zelfs het RVM niks negatiefs over kon zeggen. Dus, het, dus het, enige wat ze nog, het enige wat ze nog gedaan hebben was op een gegeven moment roepen, maar de druk op de zorg is nog ho te hoog, dus je moet je wel in de maatregelen houden. Maar, en het fascinerende is, ja, er rond, ik heb er rond, uh, even, misschien kan je het herinneren, dat we eind april geroepen hebben, het lijkt dat 18 april een kantelmoment is geworden. Mm -hmm. En dan zie je dat tussen acht, en dan is het moment van besmettingen, dus dan zie je bij de testen op 25 april en de ziekenhuizen bij 29 april, dan zie je het uh, uh, stabiliseren en wat gaan dalen, en vervolgens zie je in de eerste... Van, ik zeggen, 8, 8 mei is voor het eerst het weer echt uh, een stuk beter geworden qua luchtvochtigheid. En, van, en eigenlijk vanaf die periode, met vertraging, dus uh, vanaf 12, 13, 14 mei en de ziekenhuizen 8, 18 mei, zie je echt de cijfers letterlijk instorten. Ja, nee, we komen en, zo meteen toch bij de grafiek. Hè? Dus die, laten, die kunnen we dan laten zien. Die laat ik nu even zien. Goed. Dan. Uh, dit is ook door uh, Jorik gemaakt. En wat je hier ziet is de groei of de daling per week uh, van de kerncijfers. Nice is het is de, 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 van de RVM, maar je ziet al die cijfers dezelfde trend. En dat betekent dat de instroom in de ziekenhuizen nu rond de 25% minder is dan een week daarvoor. Ja, ja. En je moet rekening houden dat de bezetting, die hangt af van de instroom minus de uitstroom. Mm -hmm. Maar als er, dit was de instroom, laat ik zeggen, twee weken geleden. Ja. Dat is, zal dan ook weer voor een deel de uitstroom zijn. Dus het netto mensen, die we in de komende week, zal de bezetting van de ziekenhuizen, ja, die gaat, die gaat stijl naar beneden. Dat zien we nu al van dag tot dag. Maar dat, als de instroom zo laag is, dan, en de uitstroom is een stuk groter, is het netto bezetting, neemt, nou ja, enorm uh, af. IC-bezetting, de kliniek. Nou, dit is het aantal uh, positief getesten. Uh, hier zie je hoeveel er zijn komen testen. Uh, dit is uh, het aantal mensen positief getest. En dan is ergens hier het percentage positief. En wat je ook ziet, dat was heel interessant. De eerste daling die we hier zagen, was vooral minder mensen zijn er komen testen. Ja. Waardoor ook het aantal positieve testen naar beneden ging. Maar wat er vervolgens gebeurt, en dat is vanaf dit moment, en dat is nu een week aan de, aan de gang, dat het percentage positiever zo aan het afnemen is. Ja. Mm -hmm. En Pinkster Maandag, dat is de laatste score, dat is ergens hier, dat is deze, letterlijk deze, zijn er maar 18.000 mensen komen laten testen. Nou, zo laag is het lang niet geweest, maar dat komt ook door Pinkstermaandag. Maandag. Maar het meest opmerkelijk is dat het percentage positief maar 8,4 is. Terwijl het hier niet lang geleden op 12 zat. En er zit ook een effect voor sneltesten, maar hoef ik nou niet te diep op in te gaan. Maar eigenlijk alle belangrijke indicatoren nemen ja, ontzettend stijl af. En het aantal de RVM vandaag meldde 2700. Maar de GGD die daarmee samenhangt, dat was maar. 1500 positief. Dus in de komende dagen zal er ook RVM. Maar die heeft waarschijnlijk met die 2700 een inhaalslag ergens gemaakt. Maar let maar op. Ik bedoel, ik denk dat we niet meer in de komende dagen. boven de 2500, 3000 komen. En dan zou ik me niet verbazen dat we al vrij snel onder de 2000 komen per dag. Ja. Los van wat dat betekent, hè, daar praten we nog straks even over. Ja. Het aantal positieve. Want, ja. ja, want ik bedoel. Wat weet jij nog welke, welke niveaus ze hebben? We zitten nu nog steeds in heel ernstig en zo. Hè, en heel zorgelijk, wanneer het is eigenlijk pas bij, in de buurt van de 100 per dag dat, dat ze een beetje gaan relaxen. Ze zitten nu nog steeds te zeggen: joh, het is nog echt heel erg. Nee, maar dat, dat, dat kunnen ze bijna niet meer volhouden. En volgende week gaan we, uh, denk ik, bij de meeste kenmerken, uh, gaan we dicht naar de, de echte grenzen toe. Als het in dit tempo doorgaat. Dan, uh, dan moeten ze echt wel een professionele zwartkijker hebben bij het RVM om te zeggen dat het niet goed gaat. Oké, okay, ja, maar ondanks dat het dus ook al dramatisch gedaald is, vindt België ons nog steeds een rood land en, uh, en, en loopt nog steeds moeilijk te doen als wij daar, uh, zeg maar, naar heen willen gaan. Dus wat dat betreft, het, het, hoog, het niveau uh, is nog steeds 2000 is hoog. We moeten eigenlijk. In de zomer waren waar we toch gewend dat we op de 200 zaten of zo per dag. Nou, daar gaan we ook weer naartoe, maar, uh, maar deze, dit aantal is een volledige overschatting, maar daar kom ik direct even op. Ik wil even okay. de cijfers afmaken. Dan wil ik ja. vertellen dat deze cijfers, maar ik denk dat ze 60, 70 procent te hoog zijn. Dat het werkelijke aantal wat er via de GGD-testen had moeten uitkomen, eerder in de buurt van de 1200 zit dan... Uh, dan de 2.500 die bekend worden gemaakt. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dit, was, dit zijn onze kerncijfers die wij gisteren lieten zien, maar... En dit zijn die ziekenhuisopnames die naar beneden gaan. Mm -hmm. Het aantal positief getesten die naar beneden gaan. Dit is het percentage positief die naar beneden gaat. En dit is het aantal mensen dat zich laat testen wat naar beneden gaat. Ja. Dus een mooie... Weet je wel, ik noem het een beetje garnier spartakirche de... de Les naar beneden. God, wat heb ik daar zin in, inderdaad? En uiteindelijk zullen we wel op een soort niveau stabiliseren. Hè? Dus het is niet zo. Maar daar komen we later op. Maar dat zie je. Maar ja, wel en welk op niveau, hele... en welk niveau denk jij dan? Is dat 500? Is dat 200? Is dat. Uh... Nee, in, de in de zomer zullen we zeker rond een paar honderd maximaal zitten. Maar um, ja, dan, dan hangt het er vanaf. Nou goed, er komen we straks wel wat in najaar ja. dingen. Maar laten we maar eerst even dit. even opmaken. Nee, want ik, ik wil er zelf ook even over praten. Wat is er nou in godsnaam gebe gebeurd dat alles zo naar beneden gaat? Maar goed, daar komen we zo meteen op terug. Daar komen ja. Ik zal eerst even <coughs> la dit laten zien. <coughs> dit zijn de leeftijdsgroepen. Oh ja. Ik heb ze niet allemaal genomen. Maar de groep 80-89, daar zie je gewoon van. Dat is per 100.000. Die zijn naar beneden gegaan en die zijn beneden gebleven. Oké, okay, want die waren ja, de eerste is, die gevaccineerd werden. Ja, dit is de, het vaccinatie-effect. Als je naar het gemiddelde kijkt, bijvoorbeeld deze grafiek, en dan zie je ook de 50 tot 59, die eigenlijk volledig parallel gaat met het Nederlands gemiddelde. Ja. Dan kan je zeggen: dit is de autonome ontwikkeling zonder vaccinatie. Zie je? Ja. Nou, dan zijn dit de 20 tot 29, en dan zie je hier, en dat is. Een, een vrij kort uh, Koningsdag-effect. Ik kan het niet Hoi. anders noemen. Dit is echt het Koningsdag-effect. Maar mm -hmm. ja, als je kijkt om welke aantal het gaat, dan is het heel overzichtelijk allemaal. En, en het bij is... de jongeren. Ja, en het is ook niet overgeslagen in grote mate naar andere groepen, weet je wel? Uh, want het is niet zo. Als dit omhoog gegaan is en het zo overslaan, dan moet je hier al verhogingen zien. Ja. Is het ook Koningsdag trouwens, behalve, is het ook Ajax, Ajax, Nee, dat stelt amper wat voor. Dat is niks, oké. Okay. Ja, dat is, ook, dat is echt... Zo lokaal, ja. Ja, en dat echt als je de aantallen kijkt, dat wordt zo, dat wordt zo overdreven. Dat weten we ook nou in uh, Texas, waar 38.000 mensen in een stadion zaten, in Dallas. En ook amper wat is gebeurd. Want het punt is, er lopen nog maar heel weinig mensen rond die jou kunnen besmetten. Dus je kan wel panisch roepen van al die mensen bij elkaar. Ja, dan moeten er wel mensen tussen lopen die jou kunnen besmetten. Maar dit is interessant. Als je nou neemt de groep 70 tot 79. Dat is deze groep. Dan zou je kunnen zeggen... Kijk, die groep is altijd... Uh, uh, nou ja, dat is deze, per, per 100.000. Nou, dan zie je dat die niet deze opgang mee hebben gemaakt. Maar hier iets naar beneden schijnt. Dus hier zie je voor een deel het vaccinatie-effect, maar het meest zie je dat naar terug. Het zo net 80, 89. Ja. Maar niet bij de deze daling bij de 50 tot 59 nee. heeft niks te maken met vaccineren. Nee. nee. Deze daling heeft ook niks te maken met vaccineren. En dat is gewoon het seizoen. Ja. Echt, <laughs> bedoel, het is echt. Het weer. Met al die al die maatregelen die we nemen, die stellen allemaal niets voor vergeleken met de seizoensinvloed. Ja, zo kan je het echt bijna zeggen. Maar goed, we gaan even door met de andere grafieken. Dat zit er wel leuk in? Hier zie je wel het vaccinatie-effect. Um, want um, neem, laten we even naar de groep 85 plus en 80 plus. Daar zie je, dit zijn de opnames, de absolute opname naar leeftijd. Nou, ja. dat was hier rond de 25. En dat is in maart, april, mei alleen maar naar beneden gegaan. Die opname is nu nog drie, vier per dag bij mm -hmm. de groep boven de 80. En dit is absolute aantallen. Als je dan neemt de groep van 50 min, laten we die even als maatstaf nemen van de gemiddelde Nederlander. Dan zie je hier en ook de 50 tot 60, dat is 69, dat zijn deze. He, dat, dat, de, ja. dat is de, dus toen eigenlijk in april de cijfers nog omhoog gingen, kwam dat door deze groep, terwijl dit naar beneden ging. Maar nu deze groep in aan het instorten is, en die is voor een deel aan het instorten, omdat ook het aantal besmettingen afneemt, en voor een deel aan het instorten, omdat deze groep in een steeds grotere mate gevaccineerd is. Want neem de 70 tot 79, daar zie je het al eerder gebeuren, hier gaan ze, die gaan hier al naar beneden. Eind april begint die groep zwaar te dalen. Ja, en de, 50, het... uh, en de mensen van 50 jaar die zijn het langzaamste aan het dalen. 50 min, die zie je het langzaamste. Het ja, langste doorstijgen goed. en het langzaamste dalen. Ja. ja, dit is de autonome daling, zullen we bijna zeggen. Ja. Maar die gaat, dit is de autonome daling. Maar bedenk wel even: de, een opname in de kliniek is 12 dagen na je besmetting. Dus deze mensen hier, die zijn dus besmet ergens 12, 13 mei. Maar we weten nu dat per week het aantal besmettingen uh, 25% afneemt. Dus zonder de vaccinatie weet je al volgende week dat dit aantal hier staat. Ja. Dat weet je gewoon dankzij de cijfers van de GGD ongeveer. En dan ja. heb, je, heb je nog het vaccinatie-effect, dus dat noemen we een, een soort dubbel-whammy, waarbij je gewoon weet in de komende twee, drie weken gaan al die cijfers naar, hier naartoe bewegen. Ja. Hé hey, en Maurice, weet jij of er ook cijfers worden bijgehouden van mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of ze gevaccineerd zijn of niet. Dus hoeveel mensen die gevaccineerd zijn, worden in het ziekenhuis opgenomen. Dat, dat zou wel als je dat zou kunnen, dat zou het nog duidelijker maken. Het is al duidelijk, maar dat zou het nog helemaal duidelijk maken. Ja, maar die cijfers, um, dat is me ook met griep destijds. Dat, die worden op die manier gewoon niet verzameld. Dan heb je echt buitenland nodig om die cijfers goed te hebben. Misschien hebben ze ze wel, maar die maken ze gewoon niet bekend. Um, er zitten ook wel wat haken en ogen aan. Maar op deze manier kan je het eigenlijk al vrij goed zien. Maar natuurlijk ja. zijn dat zeer relevante cijfers uh, om die ook te hebben. Dit is trouwens de opname bij de IC's. Waar je ja. neem, neem maar even 50 tot 59 als maatstaf. Dat is deze groep. Nou, daar zie je het ook naar beneden gaan, de IC's. Uh, en dat, wat wel opmerkelijk is. Is dat de opnames van de IC in relatie tot de ziekenhuizen aan het toenemen zijn, ten opzichte van ziekenhuisopnames. Hmm. En ik heb ja dat. Je moet bedenken, het is niet een neutrale beslissing of je mensen op IC's opneemt. Als nee. er meer capaciteit is, is je besluitvorming om iemand naar de IC's te brengen uh, Veel gemakkelijker makkelijker dan als het druk is. Ja. En het heeft ook nog met financiële consequenties. Dus. De ic opnamen zullen in een dalende markt percentueel stijgen. Snap je? Omdat, het, omdat er meer ruimte is. Ja. Nou, en, en die zie je, nou ja, de groep 60 tot 69, moet je eens kijken wat daar gebeurd is. Dat is toch echt fors? Van van Gigantisch. Falls of a cliff. En deze ook, 70-79. Ja. En de 50 min, ja, nog niet. Alhoewel. Ook Hier. daar zie je... begint het nu langzamerhand te komen, ja. Maar dat ja. is doordat de besmettingen afnemen. Niet omdat deze groep nu gevaccineerd is. Nee, nee ik snap het En bij 50-59 nee. zie je bijna dezelfde beweging als bij 60 69, uh, bij deze, 50-min. Zie je? Ja. Die ziet er hetzelfde uit. Hey jongens, even nog even, uh, even aankondigen. Uh, van harte welkom vragen te stellen. Maar iedereen die een vraag stelt, dus niet een opmerking of een discussie... wij krijgen zoveel van die discussies... Zet gewoon daar vraag, dubbele punt en dan de vraag. Wij zijn die allemaal aan het sorteren. En dan komen we, gaan we zo meteen na de, de grafieken gaan we de vragen beantwoorden. Dus vraag, dubbele punt en dan je vraag. Dankjewel. Oké, okay, nou, dit waren even de acute cijfers. En echt, alles ziet er prima uit. En in de komende week zullen die cijfers verder in elkaar storten. Want dat is gewoon het patroon geweest overal waar die cijfers naar beneden gingen. En die uh, behalve als. He, toen we een tijd hadden, maar dat was een tijdje geleden, dat er een bijvoorbeeld de Britse variant kwam, waardoor de besmettingscijfers weer wat stegen omdat dat een besmettelijke variant was. Nou, en, wat je, uh, en nu doordat het in het gunstige seizoen is, weet je gewoon, net zoals vorig jaar, dat de cijfers gewoon dicht naar het nulpunt gaan afvlakken, en dan minimaal een tijd zullen blijven stabiliseren op een uh, laag niveau, zowel de ziekenhuizen als de bes besmettingen. Ja, heel mooi. Alleen dan krijgen we de grote vraag. Ja, wat doe je nou met de maatregelen? En ja, ik heb al eerder gezegd... Kijk eens naar Texas, die op 7 maart helemaal open is gegaan. En die is ook keurig gaan dalen. En niet omdat ze zo geweldig gevaccineerd waren op dat moment. En toen zag ik deze grafiek. Die vind ik echt ja, indrukwekkend. Mind-boggling. Mind-boggling. Ik ben echt iemand die dit ziet... Dat zijn twee, dit zijn twee steden, Stockholm en Hamburg. Die zitten vlak in de buurt bij elkaar. Hè? Dat ja, twee, zegt, provincies. Die... twee provincies. Twee provincies, ja. Maar die zijn best dus... dicht bij elkaar: het noorden van Duitsland en het, uh, en het zuiden van, uh, van Stockholm. En wat zien we hier? midden. Nou ja, wat je in feite ziet: het is de, uh, hoeveel patiënten zijn er op de IC's? Nu is het zo dat in Duitsland relatief veel mensen op de IC's zitten ten opzichte van het totaal aantal mensen in ziekenhuizen. is dus beduidend meer omdat ze a veel meer ic capaciteit hebben en omdat ze veel meer betaald krijgen per ic patiënt. Dat is een hele andere discussie die ook interessant is, maar wat die persoon hier gedaan heeft is gezegd: "Ik hou gewoon de aantallen bij." En het meest cruciale is niet zozeer het absolute verschil, maar gewoon dat die patronen gelijk zijn. Zijn we zijn... Je kunt er gewoon naast elkaar, eh, naast elkaar heen leggen. Dat is precies hetzelfde. En, en wat zijn al die stokjes die erbij staan? Wat is dan de maatregelen die genomen worden? Ja, in Duitsland. In Duitsland. Hier, hij, heeft ja. Er in, hij heeft er gezet bij, wat zijn de maatregelen in, in Hamburg geweest? En hoe hebben de cijfers zich vervolgens van de ICO, ICU ontwikkeld? En vervolgens heeft hij gezegd, en dit is Stockholm, waar ja, amper maatregelen zijn genomen. Mensen zich ook wel. Voorzichtiger zijn, dan laat hij foto's zien van wat er dus in Stockholm gebeurt. En boven staat, ja, op een gegeven moment heeft Hamburg alle winkels gesloten. Ergens eh, half, de, half uh, december. Ja. Nou, dan laat, ja, dan laat hij gewoon zien aan de cijfers, ja, letterlijk dat het patroon vrijwel identiek is. Ja, en avondklok was... zie ik, avondklok zit erin: masks mandatory in de auto, buiten, binnen. En in Zweden is het allemaal niet. En ze zijn gewoon over elkaar heen te leggen. Ja, en dat was ook leuk. Ik heb een vergelijkbare grafiek gezien in Amerika voor, um, voor staten waar uh, mask, uh, mondmaskers wel moesten en niet. En dat is ook twee gelijke grafieken. En wat ja. je hier gewoon ziet is ja, dat de impact van maatregelen uitermate beperkt is. Zo so, niet, niet, niet heel is. Het is toch... dan zou je toch gek van worden... als je dan al deze maatregelen ziet... die in, wel in Hamburg en niet in Zweden... en dat dat precies hetzelfde oplevert. Want we sturen eigenlijk op ICU-capaciteit. Dan is dat toch te bizar voor woorden. Ik heb dat toen in Noord... Noord... Uh, in Noord uh, uh, Dakota. Zuid... Kan je, de, Dakota heb jij dat ook laten zien. De, precies dezelfde dingen. Ik word er echt... Ja, maar weet je wat het, wat het punt is? En dat merk je eigenlijk op de manier waarop er... In de media wordt gereageerd en door de betrokkenen. Iedereen die voorstander is van maatregelen. zal nooit dit uh, erkennen. Want dan moet hij erkennen dat de maatregelen. Uh, ja, het saldo van die maatregelen. heel negatief is geweest, omdat het veel neveneffecten hebben. En dan gaan ze het roepen van. Uh, uh, hoe heet het ook weer? Uh, uh, de. Ja, die. De, de, dat, dat artikel, waar, met die dubbele woorden. Ik kom er gewoon op dit. Op, oh op ja, 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 ik heb hem hier. Dit is inderdaad. Uh, dat is de paradox. Uh, de, even kijken, en dat heet. De preventieparadox, preventie de preventieparadox, paradox. Ja. Ja, en wat dus gebeurt, zodra je dus tegen OMT-leden of van Dissel... of de mensen die voor uh, maatregelen zijn, en die gaan roepen, ja, maar kijk eens uh, naar dit. En, het, en die roepen, ja, dat is de preventieparadox. En die roepen van. Ja, je gaat nu wel roepen dat alles niet gebeurd is wat we hebben aangekondigd, maar dat komt door onze maatregelen. Ja. Het, het maakt gewoon letterlijk niet uit wat er gebeurt. En dit is een geweldig artikel uit De Welt, Die Welt, door, professor, door een professor uit, uh, uit Bonn. En die noemt dat de preventieparadox paradox. Nou, dit ja. is, uh, is zo'n goed artikel. En het was leuk, was er gewoon een Nederlander in de, die in, in Duitsland is, die me vaak uh, met me correspondeert. En die deze zag en mij een linkje stuurde. zei ik, jeetje, die zou ik zo graag op mijn website willen plaatsen. Heeft hij gewoon uh, twee dagen eraan gewerkt. En heeft hem helemaal vertaald. Ja, dus echt gewoon van. En wat is nou eigenlijk de conclusie? Dat door, je, je, door de resultaten. De, de resultaten die kloppen altijd. Als, het, als de cijfers naar beneden gaan, dan zeggen ze: het Komt door de maatregelen. En als de, als de cijfers niet naar beneden gaan, komt het omdat we ons niet aan de maatregelen houden. Ja, maar je, is, moet, is... Ja, maar je moet even naar deze zin gaan. Je, nee, waar je staat. Nee, je stond op het ja, ja. Je stond op een mooi. Ik weet niet waar je nu was. Ja, de bovenste zit. Wie naar een museum gaat, moet zich verplaatsen en dat brengt er hier bovenin. Echt bovenaan. Dat brengt een risico op besmetting. Nee, yes. hij, hij was mooi, maar ik zie hem nu amper. Nee, nu is hij toch echt. Hij is nu toch prachtig okay, nee. mooi. Ja, 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 nee, nu wel. Maar. Oké. Okay. Wie naar een museum seconde. gaat, moet zich verplaatsen en dat brengt een risico op besmetting met zich mee. Toch wordt snel duidelijk. Dat de, argumenten, is de argumentatie zich in een kringetje beweegt. Je zou eigenlijk moeten bewijzen dat mensen die naar een museum gaan, op de weg erheen meer kans op besmetting hebben dan thuis of in de supermarkt, waar ze uit frustratie eten kopen, in plaats van dat ze zichzelf op een museumbezoek trakteren. Ja. Dus verdierend zeg je, ja, we hebben dat verhinderd. Maar ja, als je zegt van nou, we hebben de bijeenkomst in het Vondelpark zijn we tegengegaan, en toen zijn die mensen naar binnen gegaan en binnen besmet. Ja. Weet je? Nou ja. En, ja. en hij, hij, hij zegt letterlijk dat het gewoon een pseudowetenschap is als mensen over die uh, preventieparadox gaan praten. Hij zegt, dat is geen wetenschap, dat is onzin. En wie is dit? Het is een professor, hè? Ja, je moet even onderin staan wie dat is. Oh, onderin. Uh, Gabri professor, ja, professor Gabriel. En die welt is een heel... Uh, ja, je bent. Hier, Marcus Gabriel. Ja. En, en ja, Die Welt is echt een hele be, uh, bekende, ja. hele conservatief-liberale krant. Dat ze, laat ik zeggen, NSC van Duitsland. Nou, in die Nederlandse NSC zie ik dit soort artikelen niet hoor. Nee. nee, maar dat zie je inderdaad. Het NSC is veel luchtiger geworden. Vroeger stonden daar nog wel eens serieuze artikelen in van mensen die, echt, die, die ook langdurig echt over na mochten denken. Dat, dat kan bijna niet meer in de Nederlandse. In de ja, Nederlandse... Maar... Ja, maar dat is mijn opmerking niet. Mijn opmerking is dat dit soort goede artikelen over deze crisis. Want, het, want hier valt hij bijvoorbeeld het Duitse OMT aan. En zegt, hmm. jongens, jullie zijn helemaal niet met wetenschap te bezig. Ja, en hij zegt ook van de grondrechten worden eigenlijk, uh, in plaats dat de grondrechten worden gehandhaafd, worden die, uh, zeg maar, aan de kant geschoven. Vanwege, nou, maar... dit soort, uh, vanwege dit soort uh, uh, epidemiologische politiek en geïnstrumentaliseerde uh, uh, vergissingen. Ja, maar en, en... en hij zegt gewoon: ja, dat is, het is allemaal pseudowetenschap. wetenschap als jij... ja. Want het is ook, ja, de avondklok heeft levert 12% op. Volgens ons model, dan levert het dus altijd 12% op. Want welke uitslag je ook krijgt, je kan altijd zeggen: ja, dat komt omdat mensen het niet aan gehouden hebben. Weet je wat heel leuk is? Op een gegeven moment, op 28 april, kregen we de eerste versoepelingen. Stel de Amper wat voor. Weet je nog wel, we mochten tussen 12 en 6 naar het terras en de winkels mochten open. Heel tegen wat het OMT wilde. Er werd ach en weeg gekraaid op 2, 23 april in de tv-programma's. Dat de regering de, de, de Eulen moed had om dit te gaan doen, versoepelen. Nou, dan is 28 april, nou we hebben even Koningsdag met een klein puntje naar boven. Dan heb je die versoepelingen. Nou, na die versoepelingen zien we de cijfers alleen naar beneden gaan. Dan wil ik niet zeggen. Nou, als ik hun wetenschap zou toepassen, zou ik zeggen. dat we naar beneden zijn gegaan, is te danken aan de versoepelingen. Ja. Ik bedoel, wat ook niet waar is, maar. maar de, vers, de versoepelingen hebben, hebben geen negatieve effecten gehad. Integendeel, kan je zeggen. Het heeft in ieder geval een, geen een negatieve effecten gehad. Maar daar leren ze ook niet van. Ze blijven. Ze hebben ze nog de versoepelingen van 19. Op, van 12 mei naar 19 mei uitgesteld. Totaal onnodig. Want het had ook 12 mei gekund. En nu zitten, we weer, zitten ze weer te zeuren over. Nou, gaan we het naar 9 of naar 5 mei? En wat gaan we 5 mei precies? En 5 juni bedoel ik. Ja. En wat gaan we dan 5 juni open doen? Nou, ik was heel blij. Kijk, dit is, een, uh, dit is even vertrouwelijk. Maar de versoepelingen vanaf 9 juni. Uh, de horeca mag weer mensen ontvangen. Vier mensen aan de tafel. Moet wel een half meter. De restaurants zijn tot 22 uur over. En voor het rassen is het nu om 22, 23 uur 30 uh, wordt het gelegd. Je mag vier mensen ontvangen, bowlingbanen open, telewerkers mogen weer thuis. uit. En evenementen kunnen ook weer binnen doorgaan met 200 zittende mensen met mondmaskers. Buiten kunnen het 400 mensen zijn. En, dus, en, dat, en dit gaat verder. Dus dit, uh, dit, dit, ik was ongelooflijk blij, want ik wil allerlei evenementen organiseren. Er mogen nu maar 30 mensen. En wat heb ik, weet, je wat, weet je waar deze versoepelingen vandaan komen? Nou, niet uit Nederland. België! België! Echt, ik was helemaal gefrustreerd. <laughs> ik, ik zat er zo op te wachten. Want dit, 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 deze dingen, die willen we gewoon. Van. Dus mijn kabinet wil ik eens zeggen, pak dit nou even, copy-paste uit België. De cijfers zijn in België eh, hetzelfde. Of, nog, of, of hebben ja, je, het nog, we dit, doen het nog beter. Maar dit, dit is gewoon. Dit moet ja, maar gewoon dit is nog, uh, gebeuren. Dit, maar dit is nog veel te weinig voor versoepeling. Oké, okay. prima. Nou ja, goed. Dan hier hebben ze dan. Gaan ze naar 3000 mensen aanwezig? En buiten liggen het maximum 5000. Op, ja, de, ze zijn gek. Hm. Vanaf 30 juli. Ik bedoel. Ze zijn echt gek. Dus het bedoel, moet veel. Op, ah, nee, het, nee, het veel kan eerder en het kan ja. met veel meer mensen. Ik bedoel, als, als we in Amerika weten dat bij een honkbalwedstrijd op, op 5 april, toen de cijfers in Texas ongeveer waren zoals we vorige week in Nederland hadden. We zitten nu onder de Texas-cijfers toen. En er is amper wat gebeurd, of niks gebeurd. We kunnen de Europese voetbalkampioenschappen. Het stadion kan gewoon vol. Zonder ja. probleem. Het Songfestival hadden we ook vo volle zalen kunnen hebben. Kees. Ja, we, 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 wat we, hoeveel zijn er dan? Hoe raken besmet? Ja, er kunnen misschien een paar me, Koningsdag zijn er toch ook. 300 mensen zijn besmet. Och wee. Wat, bedoel, als we in ons leven voortaan elke keer uh, als land bepaalde dingen niet moeten doen, omdat er misschien drie, vier, vijfhonderd mensen een bepaalde ziekte gaan oplopen, nou, dan kunnen we echt nooit meer wat doen. Ik bedoel, elke zondag... Worden er 500 mensen geblesseerd, minimaal op het sportvelden, als het er geen 1500 zijn? Ja, als het er wat ben zijn. Ben jij klaar? Kunnen we even wat vragen? gaan? Wat, ja, ja, ik ben helemaal we, klaar. Als jullie vragen wel. willen stellen, even. We kijken alleen maar naar vraag, dubbele punt en dan de vraag. Dat is dan eventjes. Uh, ik zal nog even een uitzondering maken van Esther, die zei vorige week al. Worden de statistieken bijgehouden opname ziekenhuizen voor gevaccineerden vac en ongevaccineerden? Dat hebben we al beantwoord. Nee. In Israël gebeurt dat wel. Nou, het erge is, het zou best kunnen zijn dat ze het ergens bijhouden, maar ze maken het in ieder geval niet bekend. Ja. Ik ga even door. Um, waarom hoor je zo weinig over medicijnen die ook goed werken? Dus naast max vaccinatie, zoals ivermectine en HCQ uh, en dat soort dingen. Wordt daar minder aan verdiend? Dat is een, dit is een gouden ouwe, Peter. Dit is een gouden ouwe, die komt ook elke week terug. Um, heb jij dan nog nieuwe inzichten voor uh, Peter? Nee, maar weet je wat het belangrijkste is daarbij? Echt, dat is wat er aan de hand is. Onder normale omstandigheden, als er niks is wat we nu hebben... En je wil met nieuwe medicijnen beginnen of bestaande medicijnen toepassen op een nieuwe ziekte, dan gelden er allerlei protocollen. Eh, en die protocollen zijn er met name om mensen ook te beschermen dat er geen foute dingen gebeuren. En dat kan twee, drie jaar duren voordat er gezegd wordt: als we dit protocol goed volgen en de test doen, dan kunnen we nu veilig zeggen dat dit medicijn inderdaad ook werkt voor een andere aandoening. En dat kost twee, drie jaar. Wat er nu gebeurd is, en dat is eigenlijk aan de hand vanaf, uh, vanaf januari vorig jaar. We hebben een, een totaal nieuwe ziekte met uh, allerlei specifieke aspecten. En dan gaan ze de oude manier van denken en analyseren toepassen. In plaats van te zeggen, we zitten in een crisisperiode. En dus gaan we veel meer ruimte creëren om, om artsen de ruimte te geven om bepaalde medicijnen toe te passen. En daar zit dan wat meer, tussen aanhalingstekens, risico's in... ten opzichte van een zorgvuldige procedure. Maar er zitten ook ontzettend veel positieve componenten in. En als een, een, een medicijn als Ivermectine, waarvan we het al weten... dat het mensen geen schade doet, want het is een medicijn... wat al heel lang gebruikt wordt... ja, ik, wat heel lang al gebruikt wordt... en er zijn mensen die, en artsen die het toe willen passen... en dan gaat dan in godsnaam wat een snelle testen te doen in plaats van je oude protocollen toepassen. En dat is, ja, dat is iets wat je inderdaad gek maakt... omdat er zeker rond Ivermectine zoveel bewijzen is... dat het, dat het een, een behoorlijk goede werking heeft. Ja, Peter, ik zit er ook aardig goed in, in dat Ivermectine. Dat is één probleem wat Maurice zegt. Er moet gewoon een bepaald protocol zeg maar, plaatsvinden... en dat duurt eindeloos langs in Amerika, Engeland en hier... Een ander probleem is dat al die onderzoeken die zijn gedaan, die komen uit Egypte, die komen uit uh, Argentinië, die komen uit Iran, die komen uit Irak, die komen uit Azië, die komen uit landen die niet worden gerespecteerd door de meeste wereld hier. Die zeggen van joh, dat is allemaal pruts onderzoek. Dat komt uit landen die wij niet vertrouwen. Dus daar is ook nog een enorm probleem in. En het grappige is dat ivermectine is een product wat daar heel veel toegepast wordt rondom de evenaar, omdat dat eigenlijk voor rivierblindheid gebruikt wordt. En voor alle honden en katten en paarden in Nederland. Dus wij gebruiken het ook, maar niet voor mensen zoveel. Goed, okay. volgende vraag. Ik zou nou volgende week geen enkele maatregel meer handhaven. En ik, het enige wat ik tegen mensen zou zeggen is: A. Het gaat erom hoe je jezelf veilig voelt of niet. Dus als jij zelf voorzichtig wil zijn, doe het, doe het alsjeblieft. B. Besef. Dat wat je echte risico is dat in besloten ruimtes met een te lage luchtvochtigheid en te weinig ventilatie je lucht gaat inademen van anderen. En gelukkig omdat er zo weinig nog besmettelijk zijn, is je risico niet groot. Maar zorg er nou voor dat de ruimtes waar je in bent, zowel je eigen ruimtes als ruimtes restaurants of wat anders, dat die gewoon veilig is. En dat kan je goed controleren met CO2-meters. Dat zou ik zelf doen. En ik zou verder. Geen enkele maatregel meer, uh, meer uh, handhaven. Ik zou gewoon het Texas voorbeeld volgen. Ja, en Texas heeft je, had het over CO2, in. je had het over CO2 meters. Laten we er even op doorgaan. Um, ik heb hier een CO2 meter. Ik heb duizend. Je zegt. Jij hebt voor, je hebt voorgesteld de scholen mogen weer open. Maar zet dan gewoon een CO2 meter in de, uh, in de klaslokalen. Wat, wat, is daar je, wat is daar je idee van? Waarom wil je dat? Nou ja, het, enige risico, het grootste risico wat je loopt in die scholen, is in klaslokalen waar, waar 20, 30 kinderen zitten. Dat is als die kinderen uitademen en die, wat ze uitademen, blijft voor een deel hangen. Dat ademen anderen in. En we weten inmiddels, daar kunnen virussen tussen zitten. Nu, is gelukkig: het percentage wat nu besmet is, dermate klein. Dat de kans dat bij die 30 kinderen er één besmet is, het klein is. Maar als er eentje besmet is en in die ruimte wordt er niet goed door lucht en er is te weinig luchtvochtigheid, dan zit alle aanwezigen, in, inclusief de leraar, zit een tijdje dat virus in te ademen. En dat is nog het risico. Dat neemt af eh, omdat de, de zomer we automatisch veel meer ventilatie hebben, omdat we de ramen sowieso open hebben. En het mm -hmm. neemt af omdat de luchtvochtigheid bij warmer weer. Uh, hoger is en bij een hogere luchtvochtigheid uh, zien we dat de virus niet lang in de lucht kan blijven zweven. De virus zweeft vooral lang in de lucht bij een relatief lage luchtvochtigheid die we in de herfst en in de winter hebben en ook in een lente als het weer niet goed blijft is zoals in april. Maar we krijgen nu een periode waar je gevaar in besloten ruimtes heel beperkt is, behalve bij aircondition, want de aircondition maakt kunstmatig de lucht uh, droog op een bepaalde manier, en kouder. Dus er zit minder water in de lucht. En dat kan dan weer een risico zijn. Ja. Dus move all activities outside, zolang het kan. En, en stop met alle maatregelen. Letterlijk met alle maatregelen. Oké, okay, ook weer gewoon gezellig... in uh, 20.000 20 mensen in een besloten hal? Nee, ik zei net... maak van die besloten hal een veilige hal. Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja, dus dan moet de en, ventilatie... En, 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 Nee, maar dat betekent ja. hou CO2 meters. En als er een CO2 meter aangeeft dat het niveau boven de 800 ppm is. Nou, dat is een bepaalde waarde. Want de echte waarde is 450. En bij ja. jou heb je die hoge waarde. Omdat je weinig ventilatie hebt. Maar die lucht is je eigen lucht. En jij, jij gaat jezelf niet besmetten. Maar als in jouw ruimte vijf mensen aanwezig zijn met deze score. Als jij je als je zou je... zijn. Als jij, als jij hier zou zijn met mij, dan, dan zou je niet Nee, Maar dan zeg in. ik, dan heb ik dan ben ik 2%. 3% van de lucht aan het inademen. die iemand anders uitademt. Ja. En, en de, het risico is niet groot. Zeker niet op dit moment. Maar ik zou. Uh, ja, ik, als, niet, met, niet met drie mensen. maar als er 40, 50 mensen zijn. en het niveau is 1500 of 2000. dat is geen. dat is tegenwoordig. En het mooie is, dat is niet alleen niet veilig. We weten nu dankzij. COVID-19 dat dat vermoedelijk altijd niet, niet gezond is geweest. Alleen dat realiseerden we ons nooit. Wist jij ja. veel hoe, jij, hoe iemand de griep kreeg? Ja. Of hoe het virus binnenkwam? Nu weten we het wel. Nog even een vervolgvraag. Die, uh, die seizoensverandering. Zo, zo. Het, jij liet net zien, die grafiek... dat het echt helemaal geen bal uitmaakt. Maatregelen of niet. Het hangt alleen maar van het seizoen af. Betekent dat... Uh, moeten wij de tijd, net zoals vorig jaar... nu weer gebruiken om <tus> ons voor te bereiden... op de winter? Of... Is het vanwege de vaccinatie gaat het toch wel goed? Nou, twee dingen daarover. In de eerste plaats zou het ontzettend belangrijk zijn om het deltaplan ventilatie uit te voeren. Of het nu voor een eventueel terugkerend COVID-19 is, waar ik direct wat over zal zeggen. of over een andere variant, of over influenza, of over COVID-23. We weten nu dat we veilige ruimtes moeten creëren. Dat is. Ik bedoel, als we iets aan de gezondheidszorg in Nederland do moeten doen... dan moeten we veilige ruimtes creëren. En veilige ruimtes creëren door de, de HVAC-systemen in gebouwen... dat is de heating, ventilation en aircondition... zodanig in te richten dat er altijd voldoende frisse lucht is... dat er filtering in zit. Je kan in die apparatuur kan diverse vormen van filters of UV-licht... er zijn verschillende, heel veel manieren en heel veel leveranciers... En als we de komende 5 tot 10 miljard het moet daarin geïnvesteerd worden. En dan krijgen we minder griep. En als COVID terugkomt, dan krijgen we minder COVID-gevallen. Dan heb je veilige scholen. En dan hoef je geen activiteiten meer te stoppen. En als er dan toch besmettingen ontstaan. waarvan je als maatschappij zegt. die willen we proberen tegen te gaan. dan is het enige wat je dan tegengaat. is de ruimtes die niet veilig zijn, die sluit je. Maar je gaat niet zeggen: ik ga alles sluiten. Dan ga je zeggen. Nu mogen plekken waar de, de CO2-gehalte boven de 800 is, daar moeten de mensen weg. En dan zorg je maar met elkaar en met geld van de overheid als steun: dat je, geen, dat je alle ruimtes waar dat dreigt, zorgt dat het opgelost kan worden. Nou, dan gaat het erom: gaan we nou in het najaar het weer terugkrijgen? Nou, daar ja. zijn een paar dingen over te zeggen. Het seizoen zal in het najaar weer betekenen dat het virus. Makkelijker in de lucht kan blijven. Zeker omdat we. zeker in Nederland. geen deltaplan ventilatie krijgen. Want. Uh, uh, van Dissel is nu een beetje aan het erkennen. aerosolen. En ja, ventilatie is belangrijk. Maar het staat nog niet op de, op de op top 1. De, 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 de scholen gaan open. Het OMT heeft advies gegeven met sneltesten. Maar er staat geen woord in ten aanzien van scholen. En zorg dat je ventilatie goed doet. En dat nee. verwacht ik dus in het najaar ook niet. Nou. Het lijkt er sterk op dat uh, uh, vaccineren een goede bescherming is tegen besmet worden. Uh, wat je wel merkt is dat nieuwe varianten. Uh, het li op lijkt dat de vaccinatie tot nu toe bij die nieuwe varianten wel werkt. Maar dat de nieuwe varianten ervoor zorgen dat er meer virus wordt uitgestoten door iemand die daar door getroffen wordt. Mm -hmm. nou, en de strijd tussen. Wat gaan die nieuwe varianten betekenen in relatie tot ze? hoeveel mensen zijn er immuun of gevaccineerd? En uh, dat wordt de grote vraag. Uh, ik denk dat we een soort golven die we gehad hebben ja, eigenlijk alleen maar weer zouden krijgen... als er een totaal nieuwe variant is die bijna niet gaat stuiten tegen uh, de dekking van immuniteit en vaccinatie. Maar het zou best kunnen zijn dat we in het najaar... Toch wel stijgingen krijgen, maar hopelijk geen stijgingen. En waarschijnlijk geen stijgingen. Nou, ik moet het eigenlijk. Ik wilde zeggen. Hopelijk geen stijgingen waar iedereen weer hysterisch van wordt. Want ik denk dat er een groep is. die bij elke stijging hysterisch wordt. Ook als het. Uh, weet je, stijging is 200 procent. Het ging van 10 naar, der, naar, uh, naar 20 30, of 30. Ja. Dan, dan worden ze al gek. Ja. Volgende maar, vraag. Ja. Oh ja, de besmettingscijfers in nee, Japan. Maar... Wel interessant, ja, maar... want de Olympische, ze willen nu de Olympische Spelen. Het, het Japanse volk, het is daar echt een factor tien keer zo laag als het op dit ogenblik is. Hè? Echt letterlijk, 200 per 100.000. En ze willen nu de Olympische Spelen stoppen, want ze willen al die buitenlanders niet binnen hebben. Maar uh, waarom lopen die besmettingscijfers een heel klein beetje op? Nou ja, omdat wat er aan de hand is, dat is zeker waar, is dat je de Britse variant iets besmettelijker dan de... In feite denk ik dat we al vier varianten hebben gehad qua besmetting. De eerste fase was in, in februari, maart vorig jaar. Toen hebben we, dat was het D geloof ik, als letter. Toen kregen we de G-variant in de zomer, die was, vol, die was al wat besmettelijker. Toen kreeg je de Britse variant. En nu heb je de Indiaanse variant, die nog besmettelijker is. Nou, dat is allemaal niet zo dramatisch. Maar als, jij, als die varianten komen in een populatie die nog geen immuniteit heeft opgebouwd. Uh, omdat het daar nog niet geweest is, of heel beperkt geweest is, is daar het risico het grootst. Dus terwijl Australië uh, en Nieuw-Zeeland, uh, en Taiwan trouwens ook, daar zie je het ook oplopen, maar in Australië en Nieuw-Zeeland nog niet. Maar Australië en Nieuw-Zeeland, die zitten nu in gevangen in een situatie. dat zodra ze 100, 100 of 200 besmettingen hebben, moeten ze het land weer op slot doen. Dus terwijl ja. wij daar doorheen zijn gegaan. Zijn zij er niet doorheen gegaan? En moeten ze bij wijze van spreken de hele bevolking vaccineren? En of anders moeten ze van lockdown naar lockdown gaan? Ja, want ze doen niks aan vaccineren. Kijk, dit is Taiwan. Zie je dat hele kleine piepeltje dat ze omhoog gaan? Maar je zegt, als het op een gegeven moment daar weer uitbreekt... hebben ze geen enkele vorm van bescherming. En hier zie je Japan ook echt gewoon ongelooflijk laag. En om het idee te geven, als je ziet hier... Uh, Japan zit op 40 en wij zitten op dit ogenblik per uh, 235 per 100.000. Dus een verschil van factor zes. Ja, ja, maar ons aantal klopt al niet meer. Als wij op, uh, wij zitten echt dicht in de buurt van 130 of zo al. Oh. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Maar er ja. is een groot verschil. Wij en veel andere landen zitten in de daling en Japan zit niet in een daling. Nee. En die zijn ook niet gewend aan, uh, aan grote aantallen. Dus wat dat betreft uh, ben benieuwd of de Olympische Spelen daarvan uh, opgaan. Oké, okay, ja, maar die, we... hij, vroeg dus, hij vroeg dus waarom lopen die op? Uh, waarom lopen ze op eigenlijk? Dat heeft dus inderdaad met het antwoord wat je net gegeven hebt. Oké, prima. dankjewel. Het seizoen heeft nog een, een aspect. Um, het hangt er vanaf op welke, hoe je seizoen verlopen is. Maar als je niet een bepaalde hoogte al gehad hebt. als je niet redelijk veel mensen hebt. die er al mee in contact zijn gekomen. zijn er gewoon meer mensen die besmet kunnen worden. Ik bedoel nu, nou ik weet niet. zeg dat 50, 60% al het heeft gehad. of via vaccinatie niet meer besmet kan worden. dan is een reproductiefactor een heel andere. dan als je nog 90% kan besmetten. Snap je? Ja. En dan is het ook nog, last maar not least. Dan is het ook nog een besmettelijke variant. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik denk dat uh, als we naar Israël gaan kijken, dan die hebben gewoon per 1, 1 juni alle maatregelen gestopt. Dus ze hadden ook een soort vaccinatiepaspoort, maar die is ook voorbij. 1 juni is er geen enkele maatregel meer. En ook niet meer testen. En ook niet meer een vaccinatiebewijs. Ja, en je ziet in Amerika zie je een beetje een tweedeling tussen de Democraten en de Republikeinen. De Democraten zijn een stuk strenger dan de Republikeinen. Maar de Republikeinen hebben op een heleboel plekken de zaak opengegooid. En, uh, en ik denk eigenlijk dat. Wat verwacht jij, als het, als het hier ook gewoon flink naar beneden gaat, zal iedereen niet ontzettend graag die hele testmaatschappij gewoon uh, opgeven, ook inclusief VWS en, uh, en alle bestuurders? Ja, maar één groep niet. Ja, nee, de... De, de, de virologen, zeg maar. Uh... Ja, de, OM, de OMT-leden. Want als je het laatste advies ook las. Ja, die, die roepen eigenlijk dat ze denken dat we in, najaar, in de, de zomer-najaar nog steeds maatregelen moeten houden. Ja, want die zijn doodsbang dat ze niet meer, uh, daar ge geen aandacht meer aan ze wordt geschonken. En dat ze niet meer in de talkshows worden uitgenodigd. Ja. Ik uh, ga vrijdag, uh, ga ik voor de belangstellenden, vrijdag om vier uur of om half vijf... ga ik een aantal mensen van de Field Lab uh, organisatie ondervragen. Dus dat is Andreas Vos, die is daar de onderzoeker. Die ken je wel van het OMT. En, en, en uh, iemand die uh, de modellering heeft gedaan en de onderzoeker. Die hebben dus vijftien van, van die evenementen gedaan. Inclusief het uh, het, 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 songfestival, het Europese Songfestival... En die zijn tot conclusie gekomen welke maatregelen wel werken en welke maatregelen niet werken. Dus die hebben ook allemaal sommige met mondkapjes, zonder, zonder mondkapjes, met lopen, zonder lopen. En die hebben dus eigenlijk dat uh, geanalyseerd. Ja, maar ze hebben en één die... groot probleem, Vincent. Hebben ze één groot probleem? Dat, uh, wat voor vraag moet ik aan ze stellen? Nee, het grote probleem was, omdat er zo weinig mensen überhaupt waren die besmettelijk waren, kan je bijna, zegt die test heel weinig. Maar hoeveel, nou, hoeveel mensen. Zij, hoe... hebben het, zij hebben het natuurlijk echt gewoon in de afgelopen. in de, in de tweede golf uh, gedaan. Vanaf oktober tot, uh, van oktober tot maart. Nou, en nee, als, laatste de... is dan, als laatste is dan nog. De, de, het Olympisch. Uh, zeg maar. het Europees uh, Songfestival. Songfestival. Maar uh, daar hebben ze toch echt gewoon. Hebben, daar, ze, ze hebben eigenlijk als conclusie. je kunt prima. met de helft van de capaciteit. kun je uitstekend binnen zitten. en met driekwart van de capaciteit buiten. Daar hebben ze allemaal wat maatregelen over genomen. En wat zij zeggen. Het zal niet zo belangrijk zijn voor deze zomer, maar voor als het in de winter weer bekomt en als er een andere COVID komt. Dat we ja, iets, dat rationeler, iets rationeler kunnen omgaan met alles dichtgooien. He, wat, ja, misschien... wat, jij ook zegt, wat jij ook zegt: je kunt wel alles dichtgooien, maar dan gaan mensen thuis zitten en dan besmetten ze elkaar thuis. Dus wat dat betreft, een, een beetje rationaliteit zou wel heel prettig zijn op basis ja, van vra onderzoek. Vraag dan meteen aan Vos wat hij nu denkt over ventilatie. Want ik heb in juni vorig jaar een heel debat met hem gehad daarover. Ja, zullen we doen. Oké. Okay. India. Ja. Yeah. Nou, wat er in India. Kijk, er zijn twee punten met India. De, de cijfers zijn moeilijk interpretabel. Plus dat India. Ja, dat is groter dan Europa. Dus je, als je over India praat, dan. de ene staat is de andere niet. Het is echt zo. Ik bedoel, anderhalf miljard mensen. Nou, Europa heeft er. weet ik veel, de helft. Of minder dan dat. Dus India is niet één staat. Nou, nee. tweede plaats. We weten dus niet precies die cijfers die kan vergelijken. Wat ik nog het belangrijkste aan India vind, dat momenteel in India het lijkt dat de cijfers naar beneden gaan en fors naar beneden gaan. Ja. Kijk maar. Ja, ivermectine was verboden, dat was grappig. In de eerste golf hadden ze dus ivermectine, was gewoon prima, dat is toen verboden. Daarna ging het enorm omhoog. Is, nu is het weer toegelaten in India, nu, nu zie je het ook weer behoorlijk snel naar beneden gaan. Er zijn ook grafieken van stukken die waar het wel verboden is, waar het niet verboden is. De ene provincie wel, de andere provincie niet. Ja, dat zag okay. je ook in Zuid-Amerika, maar ook daar hechten mensen blijkbaar weinig waarde aan. Maar je ziet gewoon, dat was ook met de Engelse variant in Engeland en in Portugal, dat het gewoon al begin januari stort het allemaal in. Ja. Maar goed, India, leek dus, India is vooral eigenlijk een groot probleem. Niet zozeer omdat de aantallen zo ontzettend groot zijn, maar omdat het gezondheidszorgsysteem zo zwak is. Dit is het aantal doden per miljoen inwoners. En je ziet dus dat dat eigenlijk gewoon in de, dat het iets hoger is dan Duitsland, maar helemaal niet veel. Ik vind trouwens ook wel wat mij verbaast, Maurice, maar misschien is dat omdat de cijfers volledig onbetrouwbaar zijn: dat Duitsland zoveel meer doden heeft dan Nederland, terwijl het aantal gevallen eigenlijk in Nederland hoger is dan in Duitsland. Ja, maar onze doden wordt geteld van mensen waarvan vastgesteld is dat ze positief waren, die uiteindelijk zijn overleden. Dus die, die cijfers zeggen eigenlijk weinig, omdat het iets met testen en registratie te maken heeft. Nou, registratie in Nederland, die cijfers zijn slechter. Dat kunnen Duitsers veel beter dan Nederlanders. Maar um, dus je moet eigenlijk naar de oversterfte kijken. En ook weer, Duitsland is een groot land, waar die cijfers in, uh, um, over de grens met Noord-Rijn-Westfalen, is echt een hele andere provincie dan rond uh, Berlijn. Ja. En in München, ja, als je het hebt over het zuiden. Maar wat wil je nou zeggen? Dat eh, de Duitsers veel beter meten wie er dood is gaande corona dan wij? Wij zijn daar dat wij veel minder van die mensen oppikken? Nou ja, wat onze data. Ik bedoel, als, we hebben veel dingen slecht en bureaucratisch gedaan. Dataverzameling is echt de pits vergeleken met andere la landen. Ik bedoel, ook de cijfers van de RVM per dag Die hangen af van de discipline. Of van de ICT van de verschillende 25 GGD's in relatie tot de RVM. Nou, dat is echt gênant slecht. Dus die cijfers, als je kijkt naar sterfte, moet je echt naar oversterfte kijken als je landen met elkaar wil vergelijken. Dat is okay. Momo. dat is een fantastische website. Ik haal hem hier weg. Dus laat dat, misschien kunnen we dat de volgende keer, kunnen we daar wat slides even laten zien. Eh, dat, hoe dat echt vergelijkbaar, hoe dat vergelijkbaar is. Oké, okay, die India-variant, hoe zie je die? Nou, de India, nee, de India-variant is in de eerste plaats duidelijk nog besmettelijker dan de Engelse. Hmm. En wat er dan gebeurt is, dat er, daar is een heel interessant onderzoek uit, dat als een variant minder besmettelijk is, zoals de eerste, dan is uh, bij een superspread-event de hitkans veel kleiner dan als de besmettelijkheid een stuk groter is. Dan lijkt het, de besmettelijkheid lijkt samen te hangen met... De, 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 de vorm van het virus met, met zijn uitsteeksels. Maar lijkt ook samen te hangen met hoeveel virusdeeltjes jij uitscheidt als je er zelfs ziek van bent. En ja, de, de, de evolutie van dat virus is, juist doordat we het op de manier waarop we het bestreden hebben... dat dat virus steeds slimmer probeert te worden om toch mensen te besmetten. Want ja, dat is evolutie. Dus hoe meer wij proberen tegen dat virus in te gaan... Hoe, intellig hoe, hoe, ja, dus hoe slimmer dat virus probeert, toch nog uh, uh, ja, anderen te kunnen besmetten. Okay. Maar ik, ik, ik heb ook contacten in Manaus, in Brazilië. En die zegt, het gaat daar weer heel goed in Brazilië. Als in okay. Manaus. Ja, even weer uh, ver weg. Uh, Bonaire staat in de top 5 van de meest gevaccineerde landen. Uh, wordt daar nog onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van uh, vaccinatie? Zijn er al cijfers? Überhaupt zijn er ja. heel veel vragen van jullie... ...over hey, de voor- en nadelen van cijfers, uh, ja, kijk, als er, van, als er van vaccinatie. Land... Nee, bij Bonaire is sowieso het nadeel dat het dermate klein land is... ...dat, het, dat die cijfers niks zeggen. Kijk, het land waar echt de beste statistieken uitkomen, is gewoon Israël. En dat komt omdat Israël een, heeft één een grote gezondheidsverzekering. Uh, die, die heeft gewoon 70% van alle mensen met een perfect datasysteem. Echt een heel goed datasysteem. En dan regelmatig zie je daar onderzoeken uitkomen. En die, dat zijn met hele grote aantallen. En daar hecht ik, laat ik zeggen, als data-analyst de meeste waarde aan. Als ik een voorbeeld, ook de dus Seychelles, dit en zo. Uh, allemaal wel waar. Maar het zijn zulke kleine entiteiten dat er ook heel veel toeval, toeval is. Oké. Okay. Nou, ik denk goed dat. Maar, als mensen, als... Mij, als, als er mensen mij vragen over. Uh, als mensen mij vragen over vaccinatie, yep. dan is mijn stellige overtuiging dat op korte termijn het echt uh, veel bescherming biedt. Ik bedoel, dat is onmiskenbaar dat, dat die vaccinaties duidelijk helpen tegen het niet besmet worden en, het, en, en of niet erg ziek worden. Maar, en dat blijft ook open, we weten absoluut niet wat de midden- en lange termijn risico's zijn. En dat kunnen we, zullen we nooit weten. Uh, dat zullen we ooit weten. En misschien blijkt dat het inderdaad uh, uh, heel negatieve dingen heeft. En iedereen moet voor zichzelf een keuze maken. Wat heel belangrijk is bij die keuze die je maakt, is, en zeker als we ook nog zitten te praten over we gaan kinderen en jongeren vaccineren, dat we in ieder geval zeker weten dat er een leeftijdsgrens is, waaronder we nu al weten. ...dat de mogelijke schade van vaccineren groter is dan de mogelijke opbrengst van vaccineren. Want ja. bedoel, er is nu ook uit Israël gebleken, maar daar heb ik wat eerste publicaties over gelezen... ...dat jongeren die gevaccineerd worden, en het, over, het gaat over lage aantallen... ...maar daar is, daar is een bepaalde afwijking, cardiologische problemen die kinderen kunnen krijgen. En als dat, en de aantallen weet ik niet, of dat nou 1 op 100.000 of 1 op 200.000 is... Maar het is wel van een orde die groter is dan als, als die groep kinderen uh, COVID-19 hadden gekregen. En ja. last but not least, als we praten over naar de toekomst toe, waar mijn vertrouwen zeker in komt, is dat we veel betere geneesmiddelen krijgen. van mensen die COVID-19 of een variant ervan krijgen. En ook dat hebben we in feite heel veel last van gehad, dat we die niet hadden, of we hadden ze wel en we passen ze niet toe. Maar laten we wel wezen, als er een geneesmiddel is waarbij iemand besmet raakt met een corona dinges. en dan een bepaalde, laat ik zeggen, zoals antibiotica was. dat is iets heel anders. maar een medicijn. waardoor je er niet ziek van wordt. en juist je niet erg ziek wordt. ja, dan, dan hebben we het echt onder controle. Ja, want wij gaan ook weer kijken. Het is wel even leuk om even, die, even te zien hoe we erbij staan op dit ogenblik: 35% heeft de eerste prik, 15% de tweede prik. Hier zie je dus uh, hoeveel procent van de hele populatie is, uh, is gevaccineerd. Dat zijn die groenen. En, gedeelt, uh, en gedeeltelijk geprikt is uh, de tweede. En dan hebben we nog uh, hier de dosissen in de koeling. Dat is ook best wel veel. Dan nog de rest die moet nog uh, gevaccineerd worden. En dit zijn de minderjarigen. En en, uh, ja. En Israël laten ze ook zien hoeveel procent daarvan het al besmet is geweest. Want dat is ook relevant. Ja, dus een, een aantal van die grijzen die zijn al gevaccineerd geweest. Dus, uh, nee, nee, besmet geweest. Die zijn oh. al, sorry, die zijn al besmet geweest, dus die, uh, die hebben al gewoon een zekere bescherming. En die hoeven ook, ook niet uh, meteen de prikken te halen in Israël. In, bij al in Nederland, ja. 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 Hier zijn even wat mooie dingen van... Uh, Hoeveel, uh, hoe het gaat met de verschillende dingen. Ik vind die grafieken zo prachtig. Er werd net gevraagd: kunnen we die grafieken niet meer publiciteit geven? Dat vind ik wel heel mooi. Dus je ziet dat we nu toch wel stijl omhoog gaan. We doen een miljoen prikken per dag. Elke vijf dagen, elke, uh, elke nee, week, vijf we jaar. Ja, maar niet een miljoen per, per dag, week. dag per, week. Per, week, per week. We doen nu elke vijf dagen, doen we, elke week, doen we nu vijf jaar uh, van de bevolking naar beneden toe. Dus uh, je ziet dat het toch aardig, uh, aardig omhoog maar, maar gaat. maar ik bedoel. Maar het nadeel is wel dat de registratie van de RVM weer slecht is. Weet je, data. Dus we weten: ze, ze, ze hebben gewoon ook mensen die niet meer in het systeem staan. En wat ook interessant is, wat we ook niet doorkrijgen, is hoe dan per leeftijdsgroep het weigerpercentage is. Wie uiteindelijk zich niet laten vaccineren. Ja, daar zijn we natuurlijk. Dat, dat is een Want in de komende weken is er, is er genoeg vaccin. En dan is de vraag: wie, gaat, li, wie laat zich nou eigenlijk vaccineren? En vooral de jongeren hebben die interesse om zichzelf te laten vaccineren. Want bij welke leeftijd is het gevaar van vaccinatie groter dan het gevaar om dood te gaan aan COVID? Dat was ook een van de vragen die ik voorbij zag komen. Is daar al iets over ja, te al, zeggen? Nou, in de eerste plaats, als je zegt gevaar om dood te gaan aan COVID, moet je in het eerste hebben van. Hoeveel gevaar heb ik dat ik besmet raak door COVID. En daarna word ik dood, doodgaan. Ja. Dus je kan wel zeggen, als ik, laat ik zeggen, als ik besmet word, uh, heb ik uh, als 25-jarige één op, weet ik veel, ik roep maar wat hè, 1 op 30.000 dat ik doodga. Ja. Maar als je maar 10% kans hebt dat je besmet wordt, heb je dus maar 1 op 300.000 dat je dan doodgaat. Ja. Nou, en ik denk, ik weet niet waar die trade of precies is. Want we weten ook niet precies uh, hoeveel nou de schade is van vaccineren. Maar het zou mij verbazen als, als onder 30 het rendement, als we het zo tegen elkaar aan zouden doen, het gezondheidsrendement voor de persoon zelf positief is als hij zich onder 30 laat vaccineren. Maar het kan zijn, en dan kan je dat verder respecteren. Er kunnen ook mensen zijn die zeggen: ik voor mijzelf doe ik het niet, maar ik doe het omdat ik iemand in mijn omgeving heb die ik wil beschermen. Ja. Um, Uiteindelijk worden die zelf ook gevaccineerd. Dan hoef je het ook niet meer. Maar ik, ik denk dat ergens in de buurt van, ik weet niet precies, hè, 30, 35, 40, 25. Ja, en wat een grens is. En ik vind het echt er, ontzettend erg dat ze überhaupt serieus mensen zeggen: van we moeten de kinderen ook en jeugdigen ook laten vaccineren. Terwijl hun persoonlijk risico ja, zo klein is. van als, als het besmet worden. Ja. ja, en wat is, bedoel... het argument, wat is het argument om de jongeren, zeg maar, te vaccineren? Behalve dan misschien dat je met zo'n vakantie wil, en dat je daarmee makkelijk wil. Maar de, nee, mensen die is... de, de, oude, de oudere mensen die beschermd moeten worden, die worden zelf gevaccineerd. Dus wat is, de, wat is het argument? Ja, dus er blijft ook niks over. Er blijft letterlijk geen argument over. Bedoel, we, heb, we zijn toch die jongeren ook niet bij griep gaan vaccineren? Nee. Ja, trouwens, wel bij de Mexicaanse griep, hè? zijn ze kinderen tussen de zes maanden en vier jaar gaan vaccineren en ik heb mijn dochter niet laten vaccineren toen en die was mm -hmm. zeven maanden en we hebben later gehoord dat ongeveer 30-40 van die kinderen de slaapziekte hebben gekregen echt door dat vaccin terwijl ze zich terwijl we toen al wisten dat die Mexicaanse griep überhaupt niet heel erg was. Ja. Nou ja, als ik bedoel, ik, ja. ja. Even hier, deze grafiek is nog even hoeveel, hoeveel vaccins er aankomen. Er komen echt gigantische bakken met vaccins aan. We zitten dus nu hier in Q2. En nou, je ziet dan, uh, hoe, en, en, en dit is zeg maar wat er ingekocht is en voor, voor de komende tijd, waarin iedereen al zit te zeggen: van joh, je moet weer een boosterplik hebben. Maar er komen nu bakken en bakken met vaccins aan. Ja, maar daar zitten, daar zitten twee dingen wat je erover kan zeggen. De eerste plaats kan je zeggen. Ja, als er een, een hele andere variant komt en, een, en deze vaccins kunnen die andere varianten afvangen, dan is dat een goede keuze geweest. Maar waar ik me erg zorgen om maak, is op het moment dat ze ze ingekocht hebben, dat ze ook een argument hebben om ze te gaan plaatsen. Ja. En ik, ben, ik denk dat ze met deze aantallen die ze inkopen, in het najaar gaan roepen, het is verstandig om nog een keer nu weer gevaccineerd te worden. Terwijl... Ik, hoor het, uh, ik hoor ze het al zeggen in Opeen, uh, wat dat betreft. Dat, het inderdaad, dat er inderdaad een boostershot moet komen. Want we hebben die ja, dingen en... toch liggen. Ja. ja, dat gaat gebeuren. En dan denk ik, ja, het zou kunnen zijn dat je het proefondervindelijk aantoont. Maar dat zou het betekenen dat eigenlijk het vaccin veel slechter heeft gewerkt dan immuniteit. Want we weten gewoon dat mensen die het eenmaal doorgemaakt hebben... de kans dat ze het op termijn nog een keer krijgen, uitermate klein is. En ik denk... Ja. En het kan zijn dat het vaccin uiteindelijk niet meer gaat werken, maar ja, dan moeten we ons gewoon afvragen: was dat dan wel verstandig verder? Ik heb een vraag die ik heel veel mensen heb zien, uh, zien stellen: wanneer kunnen de het verplichten van het binnendragen van de melkkorfjes komen te vervallen, wat jou betreft? Nou, wat mij betreft nu, um, het zou mij verbazen als het in Nederland voor half juli uh, mag gebeuren. Okay. Want, ja, nogmaals, ik lees de OMT-adviezen nu ook. Het, is niet, het lijkt wel of die mensen in een parallele wereld zitten. Want, okay. wat, wat nog even over de cijfers, is een heel belangrijk de volgende. Moet je even bedenken. We hebben PCR-testen. We weten bij PCR-testen, en dat gelukkig wordt langzamerhand bevestigd, dat hebben we ook in het jaar geroepen... Dat een deel van de mensen die positief testen. op dat moment niet meer besmettelijk zijn. Die hebben virus ge gehad. en die wordt nog ontdekt. omdat ze te veel die CT-waarde vermenigvuldigen. Nou, dat weten we. En wat we ook uit Madrid weten. want die, die geven weer. hoeveel maal de, die test wordt vermenigvuldigd. totdat er gevonden wordt dat het COVID-19 is. En als dat meer dan 30, 32 keer gebeurt dan weten ze al dat het niet meer besmettelijk is, of veel minder. En wat ze gezien hebben, als het een opgaande lijn is... dat dan het aantal, dat noemen ze vals positief... relatief gezien klein is, omdat er geen kometenstaart achter is. Maar op het moment dat je gaat dalen... heb je veel meer mensen die het gehad hebben dan die het nieuw krijgen. Dus in de cijfers die je krijgt... en ik denk dat we dat niveau op dit moment hebben... Mm -hmm. Ik denk dat tussen de 50 en 70 procent van de positieve testen op dit moment vals positief zijn. Mensen die niet meer besmettelijk zijn, maar het geweest zijn. Zeg dat <tus> nog eens een keer hoeveel? 50 tot 70 procent. Jij denkt dat die mensen die nu op dit ogenblik gewoon positief getest worden bij de GGD, dat daar 50 tot 75 procent niet, niet, meer, niet meer besmettelijk is? Ja, maar daarbij moet nog één aantekening. De aantekening is dus, euh, nou laten we zeggen, dat, dat zijn nu 2500 per dag. Als het pinkster was wel heel abnormaal. Dus ik denk dat het werkelijke aantal, pak een 1000 tot 1250 is, die zich positief laat testen. Daarna zijn er in de populatie ook nog mensen die niet getest zijn, die ook positief zijn. Alleen, als ik kijk naar de cijfers die het RIVM geeft, die zegt we hebben op dit moment nou, ruim 100.000 besmettelijken... Ja. Dat moet je door acht delen, want je bent acht dagen besmettelijk. Dus zij zeggen, op dit moment nog worden er per dag 12.000 mensen besmettelijk. Besmet. En besmet. zijn dan acht dagen besmettelijk. Mm -hmm. Ja, en wat dat is dan? Nou, dat is vier keer, vijf keer het aantal positieve gevallen nu. Nou, ik zeg dat het aantal positieve gevallen 50% te hoog is. Dat zouden 1250 zijn. Mm -hmm. Nou, reken een vermenigvuldigingsfactor... Van maximaal drie tot vier mensen die wel positief zijn, maar dat niet getest zijn omdat ze dat niet realiseren. Mm -hmm. Dan denk ik dat we op dit moment zitten tussen de 3500 en 5000 mensen die vandaag besmet raken. Uh, tussen 3500 en 5000. Nou, dan dus laten we zeggen 3500 x 8. Acht dagen ben je besmettelijk. Dus op enig moment heb je 20.000 Nederlanders die besmettelijk zijn. En dat betekent 1 op de 1000 en niet meer 1 op de 100 die ze riepen. Oké. Okay. Hé, hey, vraag je hem uh, van Unico van Koten. Vraagt de politiek nu de handschoen met ventilatie op? D66 koppelde terug bij hem dat ze aan de slag gaan met aerosolen op basis van de koerswijziging van de WHO. Ja, het is het de al, de... staan ze al. Staan ze al bij jou in de rij, Maurice? Nee, en het erge is dat. Uh, kijk, het grote probleem is niet zozeer. Dat er steeds meer mensen in Den Haag dit roepen. Want sommigen, ook bij D66, stonden al aan mijn kant vorig jaar. Dat je gewoon een koppige RVM en van Dissel hebben. Die wel roepen: ja, ventilatie is belangrijk. Heb ik altijd al gezegd. Enzovoort. Maar het niet nummer één maken. Ik bedoel, we weten nu: handen wassen is onzin. Heb jij ergens gezien dat vanuit de basismaatregelen. handen wassen nu vervalt. en daar vervolgens ventilatie voor in de plaats staat? Terwijl ze dat ook al vorig jaar hadden moeten zeggen. Nou, de. La Bedoel, ik denk dat Van Dissel denkt over mijn dead body. Oké. Okay. Volgende vraag. Ja? Even kijken. Ik heb er hier nog eentje. Uh, hoe, kan ik aan, hoe kan ik aangetoond worden of ik vorig jaar besmet ben geweest? En hij heeft een injectie gekregen, Pfizer, en heeft het idee dat hij er een slechtere conditie van heeft gekregen. Nou, Wat zijn de bijwerkingen? Plaats, ja, in de eerste plaats kan je. Uh, er zijn eenvoudige testen, moet je maar op internet kijken. Waar je via een bloedtest. Uh, voor iets van 60 euro kan zien of jij antistoffen in je bloed hebt. En dat. dat lang, ik heb dat zelf ook gedaan, ik weet niet precies. Maar er zijn een paar websites. waar je dan dat moet bestellen. Dan krijg je terug. Moet je je bloed prikken, moet je het sturen. En binnen vijf dagen krijg je het antwoord. Dat je al dan niet positief bent geweest. En dat is gewoon best belangrijk om dat te weten. Twee, ik heb meerdere mensen gehoord. dat als ze eenmaal positief zijn geweest. en vervolgens. een vaccinatie krijgen. dat ze een stevige reactie hebben van mensen. die het niet hebben gehad. Alleen je moet één ding heel goed bedenken: de reactie die jij krijgt. bij een vaccinatie is eigenlijk. Ik bedoel, als jij je heel slecht voelt. Uh, in het begin heel slecht voelt, omdat je bijvoorbeeld de COVID-19 krijgt, dan is dat vaak niet zozeer het virus, maar het is de manier waarop jouw lichaam, ja, zo eentje bijvoorbeeld, waarop jouw lichaam probeert dat virus te verdrijven. Als jij koorts krijgt, is koorts niet ten gevolge van de ziekte, dat is een bestrijdingsmanier, waarop jouw lichaam de ziekte probeert te verdrijven. Dus als jij. Uh, als het ware al een keer uh, 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 COVID hebt gehad, dan weet jouw lichaam hoe ze dat moeten aanvallen enzovoorts. Ja. En het kan dus zijn dat als jij, en ik heb echt van mensen gehoord die vrij kort nadat ze het gehad hebben, zes weken nadat ze het gehad hebben, Pfizer of een andere hebben gekregen, een vaccinatie, en zich vervolgens een week lang minstens zo slecht hebben gevoeld als die week toen ze er echt ziek van waren. Dus, dus, en dan roepen ze: ja, het is heel goed, een booster. Nou, in de hele wereld zeggen ze: wacht zeker zes maanden om zo'n booster te nemen. Alleen in Nederland zit er een termijn van één maand. Echt. Besteed die, die vaccins niet aan mensen die, die al natuurlijke immuun hebben opgehaald. En tot nu toe is er weinig bewijs dat als jij een jaar geleden ziek bent geweest, dat jij nu. ...behoorlijk veel kans hebt net zo, om toch nog weer die besmetting te krijgen. Dat zijn hele lage getallen tot nu toe. Oké. Okay. Uh, ja, dus ik, we, we hebben zelf hier die, deze testen... ...ik heb ze gewoon even gewoon gegoogeld. Dat kun je zelf ook doen. Ik heb deze verder niet uitgetest. Dus we kunnen daar geen advies over geven. Nee, maar ik heb er, een stuk, ik heb er wel eentje gedaan. En dit zijn, bedoel, standaard testen... Het zijn gewoon je het, Ja, je moet een bloeddruppeltje in iets stoppen en het versturen en vijf dagen later krijg je keurig antwoord. En dit heb ik gewoon... Oh, nou. <laughs> Jozefien. Jongens, als je nu vragen wilt stellen, doe dan even een vraag, dubbele punt, dan kunnen we dat ja, doen. Nee, maar bedoel door... nee, het, door... het stond weer vorige week een heel artikel van een paar, een paar dagen geleden van Ma Maarten Keulemans van dat je handen wassen eigenlijk helemaal niet uh, meer hel niet helpt en dat mm -hmm. is je gaan schrijven omdat ook de rvm nu ook schrijft dat uh, voorwerpen is de kans op besmet worden heel klein wat uh, in amerika al vorig jaar in oktober het geval was en in de, en, en ik zelf al op 20 april had gezet naar aanleiding van een artikel van het onderzoek van Streek in, in heinsberg het was gewoon evident dat je via voorwerpen niet besmet wordt nou we hebben je mensen gehad die, die, die hadden een soort uh, smetvrees hadden. Omdat ze bang waren dat ze besmet werden. Nou, eindelijk gaat de RVM ook schrijven dat het een, kan. En dan gaat Keunemans ook. Die heeft trouwens er wel eerder ook wat over geschreven. Maar ja, uh, uh, jongens. Uh, uh, eigenlijk uh, met handen wassen uh, word je, uh, dat helpt niks. Je, via je handen wordt het niet besmet. Nou ja, okay. En bedenk wel even: we hebben een, een premier gehad. Die met satanisch genoegen elke keer riep: Handen stuk wassen, handen stuk wassen. Hou je aan de basismaatregelen. Handen stuk. Op, bij een persconferentie zie je ja. drie dingen: Handen stuk wassen, um, anderhalve meter en. Um, er was er nog eentje. En thuis blijven als je ziek bent of zo. Ja. Ik heb hier nog een, uh, even een ander ding: er is 5 miljard. De Rekenkamer heeft de VWS bekritiseerd. Dat ze te veel uitgeven aan mondkapjes. En, aan, uh, en eigenlijk, enerzijds, te veel mondkapjes die in het magazijn liggen. en anderzijds aan allerlei instrumenten die aan hospitaals uh, hospitaal zijn geleverd. waarvan ze de bonnetjes niet kunnen vinden. Aan de andere kant was het crisis. en uh, moest er gehandeld worden. en was er een enorme druk. werd er uitgeoefend op die mensen. Hoe kijk jij tegen die situatie achteraf aan? Nee, wat er heel duidelijk was. en volgens mij was dat ook. wat ik al vrij snel heb gezegd. Onze ministeries zijn niet toegerist voor een crisissituatie. Dus nee. wat ze hadden moeten doen, ook in heel Nederland had de overheid moeten doen. Alarmfase 1, prima. Maar alarmfase 1 betekent dat we de dingen niet meer organiseren zoals we ze hebben georganiseerd toen we geen crisis hadden. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben een ministerie wat daar niet toegerust is, ja, in een soort noodsituatie dingen laten doen. Ja, dan, ik denk dat we blij mogen zijn dat het maar 5 miljard is en geen 15 miljard. En het zou me eigenlijk niet verbazen als het echt 15 miljard is. We hebben veel te veel geld uitgegeven. Maar we hebben het ook niet effectief uitgegeven. En je had, we moeten een, naar een situatie toe. En die is ontzettend belangrijk dat je in een crisissituatie onmiddellijk een crisisorganisatie hebt. En dat je dan niet ambtenaren die een totaal andere rol hebben gespeeld in het. Uh, een gewone nu een rol laten spelen die ze niet kunnen. En dat geldt eigenlijk voor elk niveau. Dat gold voor het niveau van verhoogde capaciteit, wat ze niet hebben gedaan, zowel IC- als ziekenhuiscapaciteit. Uh, zorg dat de data goed verzameld worden. Doe het niet decentraal bij de GGD, maar organiseer de BCO centraal. Zorg dat de automatisering op een centrale plek loopt. Ik bedoel, en, we, we, en, en de naweeën van die problematiek krijgen we in de komende weken ook. Want dan gaan ze roepen, ja, we hebben nu een app en de gevaccineerden worden geregistreerd. Ze zijn een miljoen, anderhalf miljoen uh, mensen hebben ze niet geregistreerd. Het is gewoon, wat dat betreft, is, is Nederland behoorlijk door de mand gevallen. Ja. Ja, ik heb, gisteren heb ik uh, Erik uh, uh, Gerritsen, Mark Verkwem, die de inkooporganisatie heeft gedaan, en Ron Roosendaal uh, heb ik zeg maar. Uh, uh, zitten kijken. Die hebben, die hebben verklaringen gedaan over. En die zeiden ook van ja, wij hebben ook, uh, wij, hebben ook wij moesten ge gewoon handelen. Wij zijn eigenlijk gewend om beleid te maken in dit ministerie. Wij, wij handelen niet. Maar dat moest allemaal genationaliseerd worden. We wilden niet dat iedereen tegen elkaar op ging bieden. Iedereen zat ons enorm op de huid. We hebben gewoon ingekocht. We hebben gewoon genoeg ingekocht voor negen maanden. Dat was de opdracht, hebben we gedaan. En we hebben ook meteen erbij gezegd van jongens. Uh, dit kan niet op de gewone normale manier gebeuren. Dus uh, die hebben die, gisteren hebben ze anderhalf uur daarover allemaal vragen beantwoord. Dus ik vond dat in ieder geval een openheid die wel zeer welkom was, maar wel veel te laat. Dat hadden ze wel veel eerder kunnen doen. En ik denk dat daar ook nog niet het laatste woord over uh, gedaan is. Maar ze hebben altijd gewoon verteld, wij moeten dat nu anders doen. En mijn vraag was ook, wat is nu het nieuwe normaal? Wat gaan we nu doen? Ga je nu wel nationaal inkopen? Of gaat alles Sorry, weer naar was, de nee, ziekenhuizen? Nee, nee. Of gaat alles weer naar de ziekenhuizen Mijn iPod, toe? De AirPods zijn er uitgevallen. Ja, Oké, okay. nou, wij even... gaan er gewoon even door. Dus dat was in ieder geval. Binnenkort zal ik dat even. Op, volgende, week op, ik dat op, even volgende week kan ik dat wel even delen. Volgende week kan ik dat wel even delen met jullie. Dat je even zegt van wat is VWS? Wat heeft hij voor een argumentatie? Er was ook bijvoorbeeld uh, de, de, financiële, de financiële man van uh, VWS. Die vertelde ook hoe hij eigenlijk ja, hiermee omgegaan, eigenlijk is. Hij omgegaan is. Je, kun je de vraag K nog een keer stellen? Sorry. Ja hoor, dus ja hoor, ik, ik pas eventjes... Ik, pas even. ik ga even de echo-cancellation zet ik even uit. Ja, dus dat was even over... Um, VWS heeft gisteren gewoon de drie topambtenaren... Ja, uh, die hebben zich verdedigd. Die uh, link die ga ik volgende week delen. Dan kun je gewoon die mensen die ze even praten... die dus inderdaad ja, 5 miljard hebben uitgegeven... maar ze hebben veel meer geld uitgegeven. En mijn vraag is eigenlijk vooral aan Deze mensen. Wat gaan jullie nu doen? Hoe gaan jullie Nederland nu organiseren? We hebben een heel gedecentraliseerd systeem, wat eigenlijk rondom ziekenhuizen is gedaan. Iedere inkooporganisatie, ieder ziekenhuis had zijn eigen inkooporganisatie. Die had ook heel veel ziekenhuizen ook een eigen lab. Dat is niet de manier waarop dat, uh, waarop dat uh, in de toekomst moet gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarop gaan reageren. Nou, ik denk wat, dat wat het belangrijkste is dat we een document moeten hebben waar als we iets vergelijkbaars krijgen. Hoe We dat in één klap gaan organiseren en daar is Nederland slecht in, terwijl Engeland daar veel beter in is. En ik heb echt het gevoel dat dat mede komt omdat Engeland heel veel ervaring heeft uit de oorlogstijd, hoe ze onder een crisis moeten handelen. En wij hebben ja, wij na vier dagen was Nederland veroverd, dus wij hebben niet zoals Engeland een situatie gehad waar ze vijf jaar in een soort crisis zaten... omdat ze in oorlog waren met Duitsland... en ook werden aangevallen via bommen enzovoort. En Engeland heeft dat... beter voor elkaar gehad dan Nederland. Zou dat zo lang doorgaan... zeg maar, zo'n nationale healthcare organisatie... dat dat uit die, uit die tijd hebben, komt? Nee, we hebben... nee, maar we, we hebben geen cultuur... omdat we hebben nooit... we hebben die uitdaging nooit gehad. Dus daar... daar bedoel, dit is voor de eerste keer... dat we die uitdaging hebben... in die, deze manier... En ja. dan blijkt dat... daar hebben we ons helemaal niet op voorbereid. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben nog even... Ik zag nog één vraag over die... Uh, over die karretjes. Maar daar hebben we het eigenlijk al lang over gehad. Dat, dat is eigenlijk Nee, maar gewoon... wat er gebeurt... Nee, maar wat hier met name is gebeurd... We hebben een soort Pavlov-reactie gecreëerd. We hebben, we hebben een soort trauma bij mensen gecreëerd... die echt denken... Dat als ze dit niet doen, zijn ze onveilig. Ik zal een mooi verhaal zeggen. Ik, ik word wekelijks gemasseerd door iemand waar ik al 40 jaar kom. Hij is ongeveer mijn leeftijd. Hij heeft ooit bij mij samen gevoetbald. En ik ben elke week bij hem. Nou, dat is een hele nuchtere jongen die ook al twee keer gevaccineerd is. En als ik kom, letterlijk elke keer, spuit hij desinfectering op mijn handen. Terwijl ik bij hem kom. En, en, bedoel, en ik zeg: Wanneer stop je er nou eens mee? En hij blijft het maar doen. En hij, zegt, hij weet zelf ook niet meer waarom hij het blijft doen. We hebben een soort Pavlov reactie bij mensen gecreëerd... die zichzelf onveilig voelen... als ze zich niet desinfecteren. Dus we hebben echt massale smetvrees gecreëerd. Ja. Dus dat duurt, dat duurt weer even om daar vanaf te komen. Ik heb hier nog eventjes een laatste informatie over de... Um... Over de maatregelen. Dat we mogen ook weer naar de kroeg mogen weer naar de kroeg toe tot, uh, tot tien uur. Dus uh, die staan daar op, ja. een, op een rijtje. Dus uh, ik hoop alleen ook dat we evenementen ook weer mogen doen. Ik wil weer gewoon met groepjes mensen praten over dit soort dingen. En dan ook bij elkaar komen. Dat, dat zou ik wel heel erg uh, dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Heb je enig idee daar? Heb je daar nog een, 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 een glazen bol over, uh, Maurice? Over wat, wat precies? Of we evenementen mogen doen. Die, nu mogen we maar 30 mensen in een. In uh, mensen In een. Uh, in een, ja, In een ding Maar dan gaan, ze wel, dan gaan ze wel de restaurants open doen. En ze gaan de kroegen ook weer. De kroegen kunnen weer open. En dan zouden we niet gewoon. Een, in, met. Met. Met honderd uh, mensen in een, in een zaal mogen. Dat, uh, met, uh... Nou ja, het ligt eraan. Ze gaan nu dus de, de, een weer een nieuwe versoepelingfase. En dat er komt ergens, ik denk. Eind juli, de, juni, de volgende versoepelingsfase. Ja. ja. Maar goed, ze mogen dus nu naar restaurants. We mogen naar restaurants, bioscopen, musea en theaters. Dan zouden we toch eigenlijk ook evenementen weer mogen doen. Als dat, uh, als dat mag. Ja. Ik lees trouwens van iemand die zegt dat er kritische vragen over vaccins worden niet behandeld. Nou, ik oh? ben ze nu niet tegengekomen, maar er nou, zijn gewoon van... heel veel. Ik wil best wel daarover nog wat zeggen als mensen daar vragen over hebben. Dus als er een vraag is. Oh, ik hoor je niet meer, uh, Vincent. Ja. Kom, we gaan door. Oké. Okay. Nee, wat ik met name over het vaccinatie heb gezegd. En dat riep ik net ook. Ik denk. Op basis van de data die ik zie in de landen waar het veel is gebeurd en de cijfers die wij zelf ook zien, zien we effecten. Het beschermt tegen besmetten en het zorgt dat je minder ernstig ziek bent en doodgaat. aan het gevolg van COVID. Evident, dat is onmiskenbaar. Wat de negatieve effecten op middellange en lange termijn zijn, is totaal niet te bepalen. Uh, weet ik niet, kan niemand te hard zeggen. Uh, nou ja, je kan zeggen, met vaccinaties in het verleden heeft het meestal goed gewerkt. En het kan ook uh, op termijn een nadelig effect hebben. En dat kan ik niet inschatten. Maar daarin, um, ja, ik heb mijn kinderen ook laten vaccineren tegen kinderziektes. Ik weet, ja, daar ga ik ook van uit dat dat wel werkt. En ik weet het gewoon niet. Ik kan niet zeggen of Pfizer, Moderna of uh, AstraZeneca op lange termijn... Wel negatieve effecten zal hebben. Ja. Ja. En hier. als men, en sommige mensen zeggen, ik wil daar tien jaar mee, uh, mee wachten, ja, dan moet hij dat doen. Nico van Kooten... die heeft al zes keer deze vraag herhaald. Die komt gewoon elke keer terug, heel copy-paste. Dus <laughs> ik zie dat hij onder daar. Uh, Geert van der Bossen ontraadt vaccinatie van niet-risicogroepen. Kennen jullie een theorie gebaseerd op evaluatietheorie en expertise op. Uh, ...op vaccins. Ik heb, ik, heb, ik heb nog nooit... ...van deze man gehoord. Maar... Ja, maar, uh... Nee, maar... ...ik denk dat dat helemaal geen slecht beleid... ...was geweest. Ik denk dat je... ...had moeten kunnen zeggen... Uh, ...ik vaccineer alleen de risicogroepen... ...en de overige... ...hoef ik niet te vaccineren. En die kunnen... ...het risico hebben dat ze ziek worden. En wat we tegen die mensen... ...zeggen, van ja, wil je... ...alle geweld wel gevaccineerd worden... ...dan mag dat. Maar het is eigenlijk... ...niet nodig. Want... Op ook een middellange termijn en op lange termijn kan het best beter zijn dat je die ziekte hebt doorgemaakt en niet in erge mate, dan dat je dat vaccin hebt gekregen. Ja, en jij gaat jouw dochter ook beslist niet vaccineren als ik dat zo hoor. Nee, absoluut niet. En Dat heb ik ook met de Mexicaanse griep niet gedaan. En met deze vind ik, voor mijn dochter vind ik echt totale onzin. En ik, ja. vind, nee, ik vind het zo. Kijk, er is één situatie waar ik kan voorstellen dat, dat een ouder zegt: Ik zou het toch graag willen. En ik heb op tv iemand gezien, nou, die heel oud de of de nieren deden het niet goed. Die was zelfs op tv met een mondkapje. En die was een jaar lang al met haar dochter alleen thuis. Want die was bang, dochter van 7, 8, om dit naar school te laten gaan, dat ze zelf besmet raakte. Ik denk dat dat relatief meevalt, maar als dat je gevoel is, is dat je gevoel. Nou, als zo iemand denkt, ik word, weet je wel, van... En zo met zo'n kind, in die situatie gezegd wordt, daardoor kan dat kind weer vrijer en ik weer vrijer, dan is dat het soort beslissing van die persoon, met die kind, om dat te doen. Maar dat is een totaal andere be bepaling. Dat, 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 dat er mensen op tv gaan zeggen van het OMT, het zou wel goed zijn om mensen tussen de 12 en 18 of 15 en 18 ook te gaan vaccineren. En in sommige landen gaan ze dat doen. Maar zoals ik al zeg, ik heb wat literatuur, uh, goede literatuur uit, uit Israël gezien, waaruit blijkt dat kinderen, dat er beperkte aantallen, maar te hoge aantallen zijn, waar uh, bepaalde hartproblemen uit ontstaan. En ja. dat, door die statistieken kan Israël dat heel goed laten zien. Oké, okay. uh, ik moet mij gaan schamen. Uh, dat vind ik even. Ik ga me schamen, Ruud. Oké, okay, ik weet niet waar ik voor moet schamen, maar weet ik niet. <laughs> Hij zegt: ga je schamen, Vincent? Ik weet niet, misschien ben ik niet kritisch genoeg. Uh, hier is nog een vraag: een kritische vraag over, uh, de, over een bijeffect van uh, gevaccineerde zwangere vrouwen. De, het aantal miskramen, dat dat hoger zou zijn. Heb je dat nog ergens uh, gezien in de, in de effecten in Israël? Nee, ik ben op bepaalde plekken ook tegengekomen dat dat het geval zou zijn. Maar ik weet niet. Ik heb de aantallen niet gezien en ik kan niet goed beoordelen in welke mate dat gebeurt. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Het ja. nee, zou misschien te... wel leuk zijn voor de volgende keer dat we dan eens even die negatieve effecten doen. Ik vind, ik vind het wel eens goed om te kijken naar bijvoorbeeld het aantal doden. Je hebt nu, er zijn nu allemaal cijfers uh, die uh, bekendgemaakt worden. Het aantal mensen dat doodgaat nadat ze een vaccinatie hebben gehad. Dan betekent nog niet dat ze doodgaan door de vaccinatie, maar in ieder geval in de eerste in de een of twee weken na de vaccinatie dat mensen doodgaan. Met 80, 90-jarigen is dat een hele redelijke kans, maar als dat ook gebeurt met jongere mensen, dan is dat natuurlijk best wel een ding. Maar maar, 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 en daar maar, moeten we naar kijken. Maar Vincent, het is iets te gemakkelijk wat je nu zegt. Ik zal een goed voorbeeld geven hoe je met statistieken moeilijk kan interpreteren. We zeiden net. We zouden eigenlijk de statistieken moeten hebben. hoeveel gevaccineerden in het ziekenhuis liggen en niet gevaccineerden. Hè? Mm -hmm, ja. Stel nou eens voor tegen elkaar dat mensen die kwetsbaar zijn. zich eerder laten vaccineren als mensen die zich niet kwetsbaar zijn. Dan is de kans groter dat er wat meer gevaccineerden in het ziekenhuis komen. omdat het ook kwetsbare mensen zijn. Mm -hmm. Dus ook daar is je grote probleem. Dat je nog niet per definitie oorzaak en gevolg daar perfect kan neerleggen. Want je kan zeggen, nou, er liggen 50% gevaccineerden en 50% niet-gevaccineerden in. Ja, dat, dan zelfs dat cijfer zegt niet veel als je het totale plaatje niet hebt. En het grote voordeel in Israël is dat ze dat soort totale plaatjes heel goed hebben. En dat wij door onze datasystemen die totale plaatjes niet hebben, waardoor die cijfers. Misleidend zijn, rechtsom of linksom. Ja. Snap je? Heel goed. Ik ga nog eens even kijken naar die statistieken. of we daar nog iets meer aan kunnen doen voor de volgende keer, dames en heren. Hey, het is half uh, zes. Uh, Maurice, je hebt weer anderhalf uur uh, bezig geweest. Mag ik je namens iedereen heel hartelijk bedanken? En ja, ook uh, en iedereen. Uh, ik hoop dat jullie ook de show uh, goed vinden. Ik ga, me even, ik ga nog even opzoeken waarom ik me moet gaan schamen. Dat vind ik ook altijd uh, interessant. En. Uh, maar, ik, ik hoor het ook vaak dat ik me moet schamen. Ja, ja, ja. ja nog even over daar. Uh, hoe gaat het met jouw podcast? Van de David nou, de Moordzaak. Het komt vrij snel uit. En komt die film? Is er al bekend wanneer die film uitkomt? Nee, de die kan uiteindelijk in première gaan als de bioscopen open gaan. Dat het is niet zo verstandig om in première te gaan terwijl de biscopen nog dicht zijn. Nee, maar goed, die gaan dus open. Maar dus, verwacht je die in juni of juli? Ik weet het niet. Maar ik denk ja. dat mijn podcast uh, dan. Uh, echt uit is. En... Gaan we daar ook even op terugkomen. Gaan we speciale, gaan we speciale afdeling, aflevering gaan we aan de Deventer Moordzaak en die podcast uh, wensen. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de prettige vragen, de kritische vragen en ook een opmerking vooral dat we moeten gaan schamen. Dat doe ik altijd met het grootst mogelijke plezier. Maar buiten deze uitzending. Wij zien jullie volgende week weer om uh, vier uur woensdag. De Q&A met Maurice Tont. Maurice, dankjewel voor je tijd. Dank Vincent, bedankt Mick. Voor... Bedankt iedereen.